bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Jullie zien, we zijn een beetje vroeg. Ja. Heel vroeg. Blauw. Hele blauwe lucht. We zijn een beetje vroeg. Want het is vandaag zondag en mama is... Jarig. Nou, eigenlijk is het morgen jarig. Morgen. Morgen moet ik gewoon naar school. Ja. En maar, wat wordt ze? 5. Kijk, dus we hebben allemaal... Pak maar eens eventjes. Spullen gekocht. En dat hebben jullie gisteren ook nog gezien. Ja. Echt. Het is niet normaal hoeveel. Dus we gaan even de boel een beetje versieren hier. Ja. Kijk, allemaal. Nu zie je dit bord hier wel. Ja. Bord. Hier nog een 50. En die hebben we dan aan de twee. Slingers. En we hebben een bezetten. Voor alles gekocht. Dus we gaan de boel even versieren. Want ik kom vandaag allemaal bezoek met familie en vrienden. Ja, en ik denk ook mijn neef. Dat zou ook nog kunnen. Nee. Maar dat is misschien even de vraag, want die is al actief. Dus. Ja, nou, we gaan even de boel versieren. Jullie gaan het allemaal meemaken. Ja. Dus even snel, want voordat ze wakker worden, want iedereen slaapt. Maar de hele straat slaapt nog. Ja, heel goed afrollen. Gewoon afrollen. Ja, rol af. Ja, heb je hem afgerold? Oké. Okay. Nou, dan kom ik even vanaf die kant. Ja, gewoon bovenaf. Oh, daar kan het ook. Ja, heel goed. Mooi bord. Ja. Ja, die moet je zo. Dit is een wegzetter. Dit moet je een beetje omhoog duwen. Zo moet je een beetje omhoog duwen. Ja? Nee, hij moet hier zo staan. Oh ja, dat is natuurlijk voor 10 mensen. Ja. 10 mensen zichtbaar. Ja, juist. Mooi. Ja, oké. Okay. Nou, hebben we nog meer. Wat hebben we dat 50, dat bord van 50? Nee. Ja. Ja, de deur. Maar hoe doe je dat? Openmaken eerst. Ja. Helemaal eerst openmaken, ja. Goed openmaken, verpakking. Ja, dat doe ik. Oké. Okay. Oké, okay, nou, nu moeten we even kijken. Zit er een gaatje? Nee. Oké, okay, dan moeten we dubbelzijdig tape hebben precies, hè? Dat ligt in de schuur. In de schuur, weet jij te vinden? Misschien. Oké, okay, dan doen we die zo meteen. Gaan we eerst even verder met andere versieringen. Ja, die doen we binnen. Wat hadden we nog meer? Wat hadden we nog meer uit de tafels? Hier. Nog een slinger? Dit is? Ja, 50. De. Onderzetters. Die kun je gewoon open scheuren. Nee, dat niet. Ik vind het lastig, dus ik doe het even met de schaar. Oké. Okay. Zo. Rust in de straat. Ja, echt. Dat komt omdat ze ook in de ochtend zijn, ja. Hè? Ja. We zijn ook in de ochtend. Ja, ja. Zo.
Zo, oké, onderzittertjes. Het zijn echt mooie onderzitters. Mooie onderzitters. Heb je er nog een van? Deze? Die moet zijn hetzelfde? Ja, die moet je op tafel leggen zo meteen. Ja. Hebben we nog wat te doen? Ja. Eén, twee. Ja, oké. Dan lukt het wel. Ja, oké, zo. Weet je, we doen dit even als vuilniszak. Ja. Nee, gooi alles gewoon tegelijkertijd in de prullenbak. Hup. Ik ben echt heel bang dat we te veel geluid maken. Oké, gaan we even kijken voor de rest. De volgende. 10 meter. 10 meter, oké. Maar... Ja, uitpakken. Gewoon eruit halen. Netjes gedaan. Ja, oké. Wow. Ja, ja, nu niet meer. Nu is het niet meer netjes als jij het zo breed pakt. Nou goed. Ja, ik doe zo wel. Oké, en nu is het in de knoop. Geef mij ook maar een kantje. Ik weet niet meer hoe dit zit hoor. Nee, ja, nu niet meer, nee. Oh, zo, wow. Ja, het is 10 meter. Oké, nou dan gaan we hier naartoe. Jij gaat die kant op. Zo, hoppata. Loop even door, doorlopen, ja. Trekken. Oog houden. Even kijken, ja. Dat is één kant. Die heb ik vastzitten. Maar er iets weer aangetrokken moeten worden. Ik zal even terughalen. Nou, omhoog klimmen. Ja, ja, heel goed. Slingertjes mee. Ja, slingertje om jou omhoog klimmen. Hoger, hoger. Hoger de trap erop. Ja, ja, heel goed. En dan strak trekken. Heel goed. Ja, ik heb de trapladder. En strak trekken. Oh. Ja, heel goed. En een knoop erin maken. Het is lastig. Het is zoveel. Ja. Blijven strak trekken. Moet ik het even doen? Ja. Oké, okay, nou. Kom ik wel even naar beneden. Zo, kijk. Gaat goed. Held. Ja. Zit die controleerde knoop even? Ja, slingertjes hangen. Nou, dat is hartstikke mooi. Gaan we nu even boven de vlaggenmast tot doen. En dan zijn we denk ik... Ja, nou, lopen we naar beneden. Wiebelende trap. Ja, wiebelende trap. Kijk. Hij hangt. Heel goed. Ja. Oké. We zijn goed bezig. De? Kunnen deze voor in de tuin hangen? Ja, die kun je binnen hangen. Voor het raam. Deze kunnen we. Ja, die kunnen we hier. Dat lijkt me ook wel een goed idee, ja. Oké, cool. Ja, nou rol maar af. Ja? Nou ja, beginnen we links. Hè. We rollen eerst af. Gewoon loslaten. Nee, de andere kant loslaten, Troela. Hier dan? Een petje. Een petje, oké, laat eens kijken. Oké, geinig, doe eens op. Nou, loopt mama wel vandaag echt als echte Sarah loopt ze dan, hè. En je had ook nog een ketting, zag ik liggen, ligt achter je. Ja. Ook met alle 50. Ook met 50 is erop, kijk. Die heb ze dan ook om. Ja, kijk. Nou, dan is het duidelijk vandaag in de picture. Dan weet iedereen wie je 50 is. En we hebben ook nog een andere pet. Oké, ook nog een andere pet. De Dios is wat minder mooi. Welke is dat dan?
Dat is gewoon echt een Sarah-petje. Ja. Alleen ik vind deze echt niet mooi, dan is die mooi. Ja, oké. Okay. Geinig. Nou, even kijken. Even de spulletjes opruimen, de rommel opruimen. Ja. Oké, nou heb je goed gedaan, Topper. We gaan binnen de boel versieren nog eventjes. Hierop hangen. Ja. Ook weer op zijn handigste manier. Ja, en dan moeten dus de 50's moeten aan de buitenkant. Oké, nou dan ga ik even op het raam dat ding klimmen. Ze zijn buiten nu klaar. Dat hoort ze niet, ze horen ze niet te veel. Ze zijn buiten nu klaar, we gaan nu de rest van de dag. Ja, we gaan even nu binnen. Binnen. Kijk, is niks aan. Binnen is niet zoveel, maar het hoeft ook niet, joh. Dat is ook allemaal buiten het leukste natuurlijk. Ja. Kijk, we hebben het overal gedaan. Maar binnen hebben we natuurlijk genoeg. De onderzetters en de servetten en andere dingetjes, het petje. Een beetje versiering. Maar dit hangt heel goed. Ja, dus we gaan naar binnen. Even die vlaggetjes. Ja, die vlaggetjes eronder gehangen. Ja. Nou, kom, we gaan naar binnen. Zit je aan de ballonnen? Goh, ja, zet er 50 op. Ja, nu blazen. Ja, je laat hem leeglopen. Hup. Heel goed. En nu knoop. Kan ik niet. Dan maak je een herrie. Nou, ik denk dat de hele familie nou wakker is. Heetjes geknald. Zo. Het stinkt zo erg. Ja, schiet op de glaas dan. Ja, als ik een blaas ik hem kapot. Ja, weggooien. Nou, één oranje minder. Iedereen zit boven in zijn bed rechtop. Knal. Ja. Deuren boven. Uh-oh. Oh. Ja, ik denk dat ze wakker zijn. Knal was zo hard. Ja, ja, kom ik gebaas, ja. De laatste. Nou, we hebben een paar plekken blonnen hangen. Ja, knopen. Gaan we knopen alweer. Oké. Okay. Dat is de laatste, hè? Hebben we er 9 dan nu, eentje minder. Ja. Jullie echt zo pof. Ja, pof, knollen in één keer. Ja, dat deel knollen, hè? Pof. Onder klaar. Ja. Hé, Bobbelie nou? Ja. Ja. Kom. Jeetje. Ja, nou sta je er lekker op, ja. Ja. Goh. Ja, doe maar boog zo. Kijk, ik hoorde je al aankomen. Ja. Nou, we zitten er al een tijdje. Je zit al een tijdje? Ja, wacht op opa. Oké. Nou, ga lekker naar binnen, hoor. Gaaf, hè? Voorzichtig, want ik kan het zwaaien voor papa. Ja, ja. Hoera. Dat kan je wel zien, dat is zij. Oh, er stond de ander. Aankomen. Daar zat al een tijdje, Bobby, die hebben op de... Zo, taartje snijden. Ja, wat zou jij willen? Jij net ook, oh, jij net ook slagroom. Even kijken,
doen. Nou, hop, zo. Pers is aanwezig. Snijden hoor, hoppatee. De fruitpers. Zoiets, ja, maar? Kees, blijf jij nou even. Ja. Ja, dat is goed. Zo, hop. We hebben één keer 50, dus ik wil nog eens een keer gebak eten. Een slagroomschnitt. Also ja, dat is toll. Staat je wel mooi dat petje hoor. Tjonge jongens, staat je goed. Ja, staat je leuk. En een mooie ketting ook. Bobby, kijk eens. Ja. Ik heb een mop gekregen. 60 jaar al, zo de mikpak. Nou. Toen ik 50 werd. Bobby. Zo. Ja, god. In de potpourri. Weet je nog, toen ik 50 jaar. Ja, ik heb de autosleutels. Autosleutels? Van Open Kees. Open Kees. We gaan het schilderij ophalen. Het cadeau gaan we het ophalen. Deze heeft Open Kees gewoon zo. Ja. Hij heeft hem dus niet in mijn zak. Want dit schilderij, dat heb ik natuurlijk geschilderd. Ja, daar zijn jullie bij geweest, bij een groot gedeelte. Ja. Niet bij alles, want dat moest ik wel even zonder jullie doen. Want dat kostte echt te veel tijd. Ja, daar maken we nog even een apart vlogje voor. Ja, het was... Zodat jullie precies de voorbereiding kunnen zien. Twee dagen of zo. Ja. Het is natuurlijk niet lang, twee dagen. Even kijken, ze stonden voorbij het huis, zei hij. Dus niet hier, ze staan verderop. Mooi. Even doorlopen. Even kijken. Misschien moet ik hem... Hier staat hij, jongens. Oké, hier staat hij. Het groot. Voorzichtig, hè? Groot. Ja. Het grote cadeau. Het grote cadeau. Waar... Kijk, met een mooie striktram. Groot, mijn best om heb gedaan. Ja. Moet je de deur weer dicht doen? Af. Heel goed. Nou, had u open? Oké, ja. Hij is open. Oh. Ik hoor hem gaan. Ja, nou is hij dicht. Oké, hou vast, hè. Goed, en hier laten vallen. Het is echt heel koud en het duurt echt super lang. Ja. Maar hij is af, jongens. Ik ben echt heel blij. Ja. Ook, zo is een bakje bij. Dan je daar eventjes een klappige muidensleutel maar even. Zo. Kan die ingevouwen? Nee, hij kan niet ingevouwen. Huppata. Ik ben best blij dat hij af is, want het kost, nu kan ik weer met de andere dingen bezig zijn. Ja, klopt. En ja, ik vond het super leuk om dit te maken. Dat zeg ik eerlijk, want het is misschien wel moeite, maar je doet het voor iets leuks. Ja, nou, je doet het zeker voor je moeder. Dus het is niet dat ik het stom vond, maar het kost wel heel veel tijd. Ja, eens even kijken. Ik zit helemaal onder. Nou. Hoe ga je dat zeggen? We gaan toch gewoon naar binnen. En dan? Nou, dan ga je hem aan je mama geven. En dan Sonja die klapt dan ja. Als een mannetje. Ja. Jongen, jongen. Nou ja. Zo, nou. Ja. Zeg maar nu. Zo, nou zeg. Nou. Geef maar aan mama, wat zeg je dan? Ja, alsjeblieft. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Hey. In de gloria. In de gloria. Nou, maak maar open. Oh, daar is mama blij mee. Maak maar open. Ik heb morgen de huisarts. Ja, waar zou de kat zijn? Die heb ik net naar ja. Boven gedaan. Oh, dat schiet ze. Nee, daar is nog eentje. Ja, die kwam alweer naar beneden. Wat zou het zijn? Is het een boek? Je zit precies aan de goede kant. Ja. Of eigenlijk net niet. Oh, jij zit het en dat vind ik makkelijker. Nee, niet aan de goede kant. Zullen we eerst onderaan, ja? En even, ik denk ook zo. Nee hoor. Nee. Ik ga kijken. Nee, jij nee. Nee, hij is goed. Oké, hij is goed. Oké, ik ga. Ja, zo moet je zo doen. Oké, 3, 2, 1. Oh, ja! Helemaal eigen. Dat is een mooi. Kijk,
Die blijft gewoon liggen. Oh, wow. Knap, hè, bijvoorbeeld. Oh, ja. Helemaal alleen. Terecht. Oh. Een hele goede, je ziet het, is heel goed. Ja, moet een hele mooie plek krijgen. Ja, plek is al gemaakt, hè? Ja. Waar? Boven mijn kast, die er bij de, als je de trap op komt. Je hebt een kast. Oh, boven de commode? Ja. Ja. Oké, okay. Nou, vind ik een hele mooie plek. Ja. Het deur is allemaal vlak van wat. Ja. Ja. Zeker 2 meter. Ja, ze heeft echt. Zeker 2 meter. Ja. Dat is helemaal te pijn. Ze mogen. Wat ben je nou aan het doen? Een dakpan aan het verven. Dakpan aan het verven? Ja, gewoon een verf kan je gewoon gebruiken. Hoe kom je op die creatieve gedachten? Hatsika. Kijk, ha. Van je tante. Ja. Goh. Die heeft ideeën. Jeetje jongens. Met oude nieuwe dakpannen. Juist, oude nieuwe, ja. Ja. Kostte nog moeite, hè. Alsjeblieft. Zo, zijn we eventjes goed bezig. Ja, we hebben bijna geen kwastjes meer. Hé, hey, je hebt heel veel kwasten in je pot zitten nog? Ja, maar die zijn te dik. Oh, oké. Okay. Hey, die stipjes. Sommige zijn te dik. Want we hebben hier alleen maar dunne kwastjes nodig. Oké. Okay. Dat ga je zo meteen nog terugzien op die dakpan. Het is een zwarte dakpan, hè? Denk om je arm, hè? Zit in het rood. Ja. Je moet hoger, verderop. Nee. Oké. Okay. Er zit een hart. Ja, ik weet, ik zie hem. Je moet ingekleurd. Oké. Okay. Ingeverfd. Oh. Ik pak donkerblauw even. En die doe je dan even naast een zwart. Kom op. Hé, hey, wat is het riet mooi, hè, aan de achterkant. Oh, wat mooi plat gelopen, hè, gisteren. Nee, ja, hij ging lopen en toen zei. En dan. Flats! Je hebt een filmpje. Echt? Ja. Die draad had ik graag willen zien. Maar we hebben een filmpje, hè? Is dat... En nog een week, waarom kom je er buiten? En hij zei: sorry. Hij zat voetbal te spelen voor mij. Ja, ik kan het nog niet voor deze van. Hups. Ik ben blij dat het niet gelijk uitkomt. Sowieso niet opgemaakt. Ja, maar niet hier. Niet hier? Nee. Nog lang niet binnen. Ik kom even kijken en ik zie opeens en ik hoor dat er dat je minst helemaal zwart hebt geverfd. Dus alle tekst is er weer af. Ja. Ja, zo kan je bezig blijven. Ja. Want anders zie je eigenlijk alle niet zo mooie randjes zie je er dan nog en dan is de rest al heel mooi. Oh, oké. Okay. En als je dat zwart gaat doen, dan bedek je dat. Ja, ja, ik snap het, ja. Nou, hé, hey, ik ga naar binnen. Dan ziet eindelijk de dakpan er nieuw uit. Ja, nou ziet de, ja, de dakpan ziet er nou wel goed uit, zegt jongen, jongen. Je bent lekker bezig zo. Nou, het eindresultaat. Ja. Zit er goed op. Geinig. Thank you.
is ook klaar. Alright, nou topper. Verjaardag mama zit erop. Ja. Morgen is ze officieel pas jarig, maar dan is iedereen op de werk en school en weet ik wat. Ze hadden we geen tijd om de verjaardag te vieren. Familie is geweest, lekker gegeten met z'n allen Grieks. Ja. We hebben heel veel Grieks nog over, maar goed, dat even de bijzaak. Ja. Een mooie, mooie eigenlijk spullen. Hoef je maar drie persoons maar te bestellen. Ja, je hoeft wat minder te bestellen dan het hadden gedaan. Het is echt heel veel. We hadden heel veel Grieks. Het is echt gewoon helemaal zo. Je hoeft eigenlijk nooit. Nee. Je hoeft eigenlijk maar vier bakken of zo. Dan heb je al genoeg voor 8 personen. Ja, nou goed. Hey, bedankt. Het was een leuke dag. Jullie allemaal. Ik wel een beetje, want we hebben net ook nog luizenmoeder zitten. Ja, luizenmoeder ook nog even. Boom, 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 boom